Yo mensen, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Ieder Vlogs. Vandaag heb ik echt een foeilelijke camerahoek en foeilelijke belichting. Daar kan ik niets aan doen. Maar het positieve is dat dit beeld niet de hele aflevering door blijft gaan. Je hebt de titel in de thumbnail gezien. Maak mij niets wijs. Shame mij niet. Want vandaag mensen, is het zover. Oké, ik kan dit even ophouden. Vandaag mensen, is het zover. De dag waar je al een jaar op hebt zitten wachten. Ongelooflijk, maar waar. Het zal toch niet zo zijn. Het is, jawel, de officiële Apenranglijst 2024 editie. Let's go. Hier zitten we weer. Bij de Tearmaker. Ik hoop dat jullie hem nog kennen van vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Vorig jaar, jaar daarvoor. We doen het al sinds 2020. En ik vind het zo'n mooie traditie, hè. Ergens in januari of februari, afhankelijk van wanneer ik videocontent nodig heb, doen wij dit gewoon. Oké, let's go. Laten we er gelijk mee beginnen. De nummer 1, hè, die ik hier op de lijst... De Bonobo. De Bonobo's, hier wil ik even iets over zeggen, hè. Hier wil ik namelijk over zeggen dat ik laatst weer Planet of the Apes 2 heb gekeken. Maar wel van de nieuwe trilogie van Matt Reeves. En je had zo Koba, hè. En Koba is zo fucking eng. En hij is een bonobo. Dus, wat er met Koba gebeurde, hè, dit zijn spoilers trouwens. Hij viel zo aan het einde zo naar beneden ergens. En dat is een beetje alsof je iets in een vuilnisbak gooit. En daarom kan ik niet anders dan Koba in trash tier zetten. Trash tier voor Koba. Dan heb ik hier. Kijk, ik wil dit jaar wel een beetje eerlijk spelen natuurlijk. Dus dat gaan we ook doen. Ik heb hier zo'n mooie Borneo orang-outang. Dat zie je meteen, hè. Dat zie je meteen. Als je dat niet ziet, ben je niet echt een kenner. Of echt niet een kenner. Maakt niet uit. En je ziet zo die mooie wangflappen, weet je wel. Ook die baard, die heeft toch echt wel iets. Soort dat mooie rood. Dat mooie rood waar sommigen in de wereld alleen maar naar kunnen streven. Dat mooie rood dat anderen in de wereld alleen maar kunnen leven. Die gaat natuurlijk in S-tier. S van super rood. Super mooi, super rood. S-tier. Dan pak ik eventjes deze westelijke laaglandgorilla erbij. Wat je hierover moet weten is dat dit een gorilla is. Een griller. Zoals ze hem ook wil noemen. En jullie weten dat Hidden van Hidden Vlogs van barbecue houdt. Hè? En ik zei dat we dit eerlijk gingen spelen. Ik zei dat we dit eerlijk gingen spelen dit jaar. En jullie weten dat ik van barbecue hou. Maar omdat we het eerlijk spelen, kan ik het daar niet vanaf laten hangen. Dus helaas moet hij dan toch echt wel in trash tier. Want dat voorhoofd is zo groot. Het beste wat hij zou kunnen doen is er een patch op zetten. Maar zolang de complete soort geen patches evolueert die op hun hoofd vastzitten, moeten we die helaas in trash tier laten. Dan gaan we door naar... we doen wel deze oostelijke gorilla. Daaronder horen de oostelijke laaglandgorilla en de oostelijke berggorilla. Nee, de berggorilla is al oostelijk. De oostelijke laaglandgorilla en de berggorilla. Maar omdat dit zo verwarrend is, moet ik deze wel in trash tier zetten. Want anders dan lijkt het alsof ik dom ben. Iedereen die tegen mij is, wordt gelijk naar beneden gehaald. Dan gaan we verder met de chimp. De chimp waar ik wel een serie aan video's over heb natuurlijk. Vriendjespolitiek, daar doen wij niet aan. Dat lieven wij in de past. Hilarisch. Goed, vriendjespolitiek, daar doen wij niet aan. En daarom moeten we deze chimp objectief bekijken, weet je wel. We bekijken hem niet alsof hij bug is. Nee. We kijken naar deze chimp alsof het gewoon een doorsnee chimp is. En dat is het ook. Ik weet niet welke chimp dit is. Ik heb hem gewoon van Google gepakt ooit. In 2020. Dat was nog voor COVID, dus het is oké. Maar, COVID, co-shit, chimp begint ook met een C, chimp, dat lijkt op simp, en simpen wij, enkel voor de groene M&M mensen, dus laten we die lekker in trash neerzetten, waar de chimp thuis hoort. Bam, in your face, chimps. Dan gaan we verder. Ik heb hier de Sumatraanse orang-outang. Nou, hij kijkt een beetje sip, een beetje treurig.
Hij heeft een mooi, degelijk formaat voorhoofd, dat wel. En hij heeft hier zo, als je een beetje kijkt, een soort van gebroken hartje. En weet je, zo'n orang-oetang die al een gebroken hartje heeft, we kunnen zijn hart niet nog meer breken. Dus die moeten we ook wel in S-tier zetten. De S van Sumatraanse orang-oetang. De S van superzielig. De S van zonder die aap in S-tier te zetten, zou ik niet kunnen leven. En dan in plaats van een Z in sommige plekken is het overal een S. Vraag je dat niet af. Dan komen we hier bij de mens. Een doorsnee mens. Dit is toch wel de meest menselijke mens die je je kan voorstellen. Mensen zijn kut, trash tier. Ik maak de regels niet. Ik leef ze alleen maar. Dan hebben we hier de Tapanuli orang-oetang. Het leuke aan de Tapanuli orang-oetang is dat hij slechts sinds een paar jaar bekend is. Voor die tijd wist men niet eens dat deze apen bestonden. Dus deze heeft echt heel veel apenranglijsten om in te halen. Hij heeft wel in elke gestaan tot nu toe. Zo nieuw is hij ook weer niet. Maar we moeten objectief blijven. We moeten objectief blijven. Hij heeft in heel veel apenranglijsten niet gestaan waarschijnlijk. Die voor 2017. Voor 2017 kwam deze aap nooit een ranglijst voor, denk ik. Dus daarom moeten we hem wel in S zetten. En omdat hij een zieke sik heeft. Kijk hoe lang dat is. Dat wil ik ook. Dat wil ik nog even sparen. Dan als laatste op onze ranglijst hebben wij jullie wel bekend Bigfoot. Nou, wat ik moet zeggen over Bigfoot, a.k.a. Sasquatch, a.k.a. Rock Ape, a.k.a. Mahomi, a.k.a. Bigfoot, Skunk Ape. Wat ik erover moet zeggen is, afgelopen jaar, zwak Bigfoot jaar moet ik zeggen. Geen leuke nieuwtjes gehoord, nog steeds niet ontdekt. En alleen al daarom moeten we helaas deze Bigfoot in trash tier zetten. Ik had het ook graag anders gewild, mensen. Ik had het ook graag anders gewild. Dat bevestigen jullie nu door dit te zeggen. Maar ik kan er niets aan doen. En we moeten eerlijk blijven spelen, want we zouden dit objectief spelen. En ik heb het nu objectief gespeeld door hem in trash tier te zetten. Dit is de lijst. Geniet ervan. En nu gaan we mijn gezicht weer even groot maken. Zijn jullie het eens met mijn keuzes? Laat het mij weten in de comments hier beneden. Ik hoop dat jullie niet al te teleurgesteld zijn. We hebben een paar drastische veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de afgelopen jaren apenranglijsten. Maar, weet je, zo is het, hè. Soms veranderen dingen gewoon. Zoals meningen. Meningen veranderen soms. Behalve die van mij blijkbaar. Deal with it. Wat ik dan nog wil zeggen, mensen, is je kan je eigen ranglijst maken. Ik zet de link wel weer in de beschrijving hier beneden. Wat ik dan nog wil zeggen, mensen, is please subscribe. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Hier de Vlogs. Laters.